Hey gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Find the Creator. Eindelijk is het zover, de wedstrijd Badahari versus Rico. Boy, mijn popcorn staat al klaar, ik ben er helemaal klaar voor. Eigenlijk heb ik geen voorkom, maar stiekem. Lieve kerstman, ik ben heel erg zoet geweest dit jaar. Mag Badr alsjeblieft winnen? Ondertussen met Trowatra. Maakt niet uit. Maar zullen we voor de grap heel even berekenen hoe groot de kans is dat Rico wint? Volgens mijn berekeningen is het, ja, vrij kansloos. We kunnen nog even oldschool kijken of de berekeningen kloppen. Ja, Rico, je gaat naar de kloten. maar niet uit. En luister dan, als deze wedstrijd eenmaal is geweest, wil ik niet allemaal conspiracy theorieën horen van ja, matchplay, dit, dat, is en zo. Luister, laten we gewoon deze wedstrijd kijken. Overigens ben ik live, dus ik ga live in de camera met jullie mijn reactie opnemen. En dan gaan we zien wie als winnaar uit de bus komt. Ik zou zeggen, laat het een eerlijke wedstrijd zijn. Let's get it, let's go. Ik zeg niets. Weet je hoe lang we hebben gewacht op deze wedstrijd? Boy. Herres, alleen maar herres. Ruina. Rico, waar ben je? Hoor ze de druk. Marokkaanse machine. Hij is wel een Marokkaanse machine, eerlijk. Oké, genoeg barren. Laten we even kijken naar Rico. Badr. Kom op, Badr, zet hem op. Geef Rico pak slaag. De ster aantrekt. De ster. Rico Verhoeven. Fysiek en geestelijk ontzettend wendbaar. Badahari. Indrukwekkende longinhoud. De tail of the tape van dit gevecht. Het leeftijdsverschil is. En now the moment combat stands and be ready for. Unfinished business. The best. Unfinished. And the king. Badahari. Ja. In de white corner. Nederland. Rico. Heavyweight champion. Rico. Verhoeven. Les is. Maar je ziet dat ze fucking respect hebben. Jammer. De kolossale kind van Rico Verhoeven. Bam! De dynamiet zegt boem! Hij proeft ik zeg niets! Hij zit vast! Ik zeg hij niets! Hij zit de break op, is gevaarlijk! Ik zeg niets! Ik zeg niets! Hij ik zet zeg hem vast! Niets. Hij duikt weer weg, komt weer terug! 36 seconden! Woe! 20! Die 18 wedstrijden nog nooit een knockout geïncasseerd. Voor alles is er de eerste keer! Oh man, iedereen krijgt vaseline. Kills. Ik smeer ook alvast vaseline. Badr heeft ook fel gedood. 32.000 man staan op de banken. Tweede run is erop. Ik hoef niet te veel tekst en uitleg te geven. Mensen, wat er hier op dit moment op mijn scherm gebeurt. Yes! Badr! Badr! Badr. Wie er naar voren komt. Oh, wat gebeurt hier? Badr blijft zitten. Kom op, Badders! Wat is met de Rico, zie je fucking. Breekt hij hier zijn been of wedstrijd toch niet eindigen? Wat? Mensen, zoals je ziet, topsport. Dit is een fucking draaitrap, mensen. Nee, man. Dit is hier met de high kick. Hé, Rico, je gaat lekker neer, je gaat lekker neer. Wacht, man, ik zeg jou, je bent er. King en we opstaan. Op het hoofd gaan. Nee man, overduidelijk. Wat een chockerende conclusie. Dit is echt fucking rampzalig. Ik zweer het je, voor al die mensen die zeggen Rico dit, Rico dat. Ik zweer het je, Badr moet opgeven, maar hou je fucking bek dicht. Ja, maar iedereen weet hoe Badr korte metten en pak slaag heeft uitgedeeld tijdens deze wedstrijd. Hou je bek dicht! Was het niet voor zijn enkel, had Badr fucking gewonnen. Respect voor Badr. Iedereen moet respect hebben voor Badr. Want dit is gewoon echt een sportman. Echt een top. Kijk hier. Nee. Respect. Dit is helaas de uitslag van de match van de eeuw. Badr moet opgeven. Maar we weten
allemaal dat hij fucking pak slaag heeft uitgedeeld. Rico had geen schijn van kans. En daarmee zou je het moeten doen. Al die haters, later. Maar ik heb één geruststelling. Wat je niet gezien. Wat je niet gehoord hebt. Zullen we niet over spreken. Dit was een aflevering van Find the Creator. Ik wil je vragen te abonneren op mijn kanaal. Ik maak meer van dit soort gekke onzin. Jammer. Maar uiteindelijk hebben we een geweldige wedstrijd vandaag gezien. Goh. Badahari. Kwaliteit. Marokko. Jullie mogen fucking trots zijn. Inshallah.